Isa Hoes staat opnieuw in de schijnwerpers vanwege opmerkelijke keuzes en promoties in de media. Recentelijk deelde ze haar ervaring met een darmspoeling, wat leidde tot kritiek en discussie. Volgens Hoes leed ze anderhalve maand aan buikklachten, wat haar motiveerde om deze onconventionele behandeling te ondergaan. De darmspoeling, waarbij lauwwarm water in de darmen wordt gebracht, wordt echter door deskundigen sterk afgeraden. De Stichting Darmgezond waarschuwt voor ernstige bijwerkingen, waaronder braken. Nierfalen en verstoorde elektrolytenhuishouding. De Volkskrant benadrukt zelfs dat darmspoelingen niet alleen onzinnig zijn, maar ook gevaarlijk kunnen zijn, met mogelijke complicaties zoals darmperforaties en ontstekingen, en zelfs overlijdensgevallen. Dit is niet de eerste keer dat Isa Hoes controversiële keuzes maakt. Eerder deelde ze haar betrokkenheid bij een modieus BN-dieet en promoten ze verschillende supplementen om haar vitaminevoorraden aan te vullen na een crash-dieet. Wetenschapsjournalist Adriaan terbraak uitte zijn ongenoegen en pleitte zelfs voor een mediaverbod voor Hoes, met een boete voor het publiceren van vermeende onzin door Linda. Op sociale media uiten critici hun bezorgdheid over de gezondheidskeuzes van Isa Hoes, waarbij sommigen suggereren dat haar darmproblemen het gevolg kunnen zijn van een restrictief dieet. Ondertussen blijft Hoes zich profileren met opvallende persoonlijke onthullingen en lifestylekeuzes, wat de discussie rondom haar activiteiten alleen maar verder aanwakkert.